Het is vandaag vrijdag en dat betekent dat het weer tijd is voor een superleuke, mega toffe, nieuwe Fan Friday aflevering. Woehoe! En het lijkt me echt super tof om de like off van vandaag te halen. En dat wordt de 15.402. Ik ben benieuwd of dat ons gaat lukken. Dus zorg er zeker eventjes voor dat je deze video een dikke vette duim omhoog geeft. En vergeet ook zeker niet om op dat belletje te klikken dat naast de abonneerknop staat. Want op die manier ben je namelijk een van de eerste die een nieuwe video te zien krijgt. En dan hoor je ook meteen bij de hashtag notificatiesquad. Woehoe! En dan is het nu tijd voor het eerste gedeelte van deze video. En dat is fanart! Zoals je kunt zien komen hier allemaal verschillende soorten fanarts langs. En deze zijn door jullie gemaakt deze afgelopen week. En ze zijn weer enorm goed, zoals elke week eigenlijk. Ik vind het helemaal geweldig om door alle fanarts heen te scrollen. Dus ontzettend bedankt daarvoor. En wil jij nou kans maken om in de volgende Fan Friday te komen? Dan is dat heel erg makkelijk. Het enige wat je hoeft te doen is de fanart te posten op Instagram. Mij erin te taggen en ervoor te zorgen dat je account niet op privé staat. Want anders kan ik hem natuurlijk niet zien. En wie weet zie je jezelf terug in de volgende aflevering. En een paar weken geleden heb ik een hele toffe video samen met Nick en Simon gemaakt. Ze hebben namelijk een hele leuke serie op hun kanaal genaamd Hit the Next Level. En in die afleveringen nemen ze een bestaand nummer en daarop zingen we allemaal verschillende soorten andere liedjes. Dus het was super leuk om te doen. En niet alleen dat, de aflevering is zo enorm tof geworden en ook wel heel erg grappig. Dus mocht je deze nog niet gezien hebben, zou ik er zeker voor zorgen dat je die eventjes snel bekijkt. De link daarvoor zet ik gewoon in de beschrijving onder deze video. Ik ben heel erg benieuwd naar wat jullie ervan zullen vinden. En voor als je het gemist hebt, is vorige week de muziekvideo voor mijn single Misfits uitgekomen. En jongens, het is zo enorm goed ontvangen. Er zijn binnen een week gewoon bijna 400.000 views opgekomen. En ik had het echt absoluut niet verwacht. Er zijn ook zo ontzettend veel positieve reacties opgekomen. En ik ben enorm trots op de muziekvideo. Dus mocht je hem nog niet hebben gezien, dan zet ik die link daarvoor natuurlijk in de beschrijving onder deze video. Of je kunt op het i'tje klikken hier rechtsboven in het scherm. En dan kun je natuurlijk gewoon via daar de muziekvideo bekijken. Mega vrolijk. En daarbij zitten er ook allemaal verschillende soorten clipjes in van de film die nog nooit eerder vertoond zijn. Dus dat is natuurlijk super geweldig. Dus zorg er zeker voor dat je hem bekijkt en dat je hem deelt met vrienden, familie, je cavia, je hond, je kat. En als je hem al gezien hebt, zorg er dan voor dat je hem gewoon lekker nog een keer kijkt. Ja! Testing toys! Het is tijd om speeltjes uit te proberen. En niet zomaar speeltjes. Ik ga namelijk speeltjes uittesten die ik nog nooit eerder op camera heb uitgeprobeerd. Maar die wel gewoon hier zo in het huis liggen. Want voor het overgrote gedeelte van mijn video's koop ik alle spulletjes gewoon helemaal zelf. Dus dan sta ik in de winkel en dan koop ik alle dingen die me heel erg leuk lijken om te testen op camera. Maar niet alle spulletjes halen het in de video's. En niet omdat ze niet leuk zijn. Maar meestal gewoon omdat de video anders te lang wordt. Of omdat het gewoon net niet in de video past. Dus het leek me gewoon heel erg tof om een paar van deze superleuke spulletjes in deze video uit te proberen. En de allereerste is deze hele toffe Vortex 2. En deze mevrouw ziet er echt heel enthousiast uit. Een beetje zoals mijn thumbnails eigenlijk. Het is eigenlijk gewoon een soort van spaarbank of zo, maar dan op een hele coole manier. Ik heb eigenlijk geen idee van wat het nou precies is, dus laten we het gewoon eventjes openmaken. Hallo! Oh, wat is dit allemaal? Wow, oh my god, dit ding ziet er wel heel erg tof uit. Maar ik ben ook wel heel nieuwsgierig naar wat het nou precies is. Oh! Oeps, daar valt hij. Yes, ik heb hem. Er zitten hier ook twee van deze losse zakjes bij. Ik denk dat ik nog maar eventjes goed op de doos moet kijken naar hoe dit nou precies werkt. Want ik snap het niet helemaal. Oké, ik heb dit zwarte dingetje eventjes hier opgezet. En als het goed is, kunnen deze twee nu gewoon heel makkelijk in elkaar klikken. Zo en zo. Oké, nou zit hij helemaal stevig in elkaar. En als allerlaatste moet ik deze hier nog opzetten. En dat komt hier zo volgens mij. Zo. Nou, zo ziet hij er dus uit. En dan heb ik hier natuurlijk een aantal muntjes. En ik ga er gewoon een paar hier via dit glijbaantje erin laten gooien. En ik ben echt heel erg benieuwd naar wat er nou precies gaat gebeuren. Deze zet ik hierin en dan ga ik hem loslaten, jongens. Oh, ik vind het spannend. 3, 2, 1. Go! Wow! Oh my god! Dat duurt echt mega lang voordat hij helemaal doorheen is. Oeh. En nu ga ik er een paar tegelijkertijd doen. Kijken wat dan gebeurt. Dus hier is 1. Oh. Nou, dat schoot lekker op. En zo. Nog eentje. Nog eentje. Kijk hoe enorm tof dat eruit ziet, jongens. Het is alsof de muntjes met elkaar aan het dansen zijn. Bijna, 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 bijna. Yay! Hoe ontzettend gaaf is deze superleuke spaarpot. Het maakt sparen hartstikke tof. Dus wat mij betreft krijgt hij een dikke vette
Duim omhoog. Yes. Dan heb ik hier de Rapid Fire Split X Roto Shot Launcher. En het ziet er echt heel erg leuk en super, super bijzonder uit. Als je hem hier vasthoudt en er vervolgens in klikt, dan draait hij. Dus laten we hem gewoon snel openmaken en kijken wat nou precies de bedoeling is. Yes. Zo ziet hij eruit. En dan moeten we ook nog deze dingetjes hier eraf halen. Oeh, wow. Oh my goodness. Kijk hoe ontzettend schattig ze er eigenlijk uitzien. Lijkt een beetje op kleine mini-aliens of zo. Het is een beetje plakkerig en jelly-achtig. Zo zien ze eruit. Ze plakken ook gewoon aan elkaar, zoals je kunt zien. Dan gaan we nu dit wapen erbij pakken. En vervolgens deze rubberen kogeltjes erop zetten. En als het goed is, kan je ze hier zo opzetten. En dan helemaal naar achteren trekken. Zo. Yes! Daar is de eerste. Vervolgens trek je hem los. Dan schiet hij. En dan kan je hier zo op dit knopje drukken. En dan gaat hij door naar de volgende kogel. Dus daar gaan we dan een oranje op zetten. Zo. Oeh! Nee! Dus nu kan je ze afschieten en dan gewoon doorgaan naar de volgende. Zo op deze manier. Kijk hoe ontzettend leuk dit eruit ziet. Ben je er klaar voor? Oké. Ik ook helemaal. Dus daar gaan we dan. Ik ga er hier aan trekken. Here we go! Oh. Nou, dat werkte niet helemaal. Nog een keertje. Go! Yes! Cool! Dan gaan we nu door naar de volgende. En ik trek eraan en... Yes! Het punt hiervan is eigenlijk dat je het heel erg snel achter elkaar kunt schieten. Dus laten we dat proberen. Oh my god, dat lukt helemaal niet, jongens. Wat is het? Yes! Dat ging ontzettend goed. Het volgende dat ik hier heb is automatische bellenblaas. En dit ziet er zo ontzettend extreem en leuk uit. Ik ben er gewoon enorm nieuwsgierig naar. Ik ga er niet al te veel over zeggen. Ik ga hem gewoon snel openmaken. Zo. Deze. Deze. En deze. Yes! Dit is de bellenblaasmachine. Het is dus eigenlijk gewoon één groot wapen dat belletjes afschiet als je hier op dat knopje drukt. Je kan een hele grote bel maken, zo ziet het eruit, en een aantal kleine belletjes. En daarbij kun je het ook gewoon gebruiken als een ventilator. Ha! Zo, moet ik het wel recht houden. Deze dip ik er dan in als dat lukt. Zo. En hij zit eigenlijk gewoon in de ventilator. Ik weet niet of dat de bedoeling is. Maar goed, we gaan het gewoon proberen, jongens. Oh nee, hij is weer kapot. Hè? Ik denk dat er nu wel een bel in zit. Dus ik ga gewoon op het knopje drukken en hem aanzetten. En kijken wat er gebeurt. Wow! Jongens, dat schiet toch ook niet op zo op deze manier. Wow! Zagen jullie dat? Hoe gaaf is dat? Oh, 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 oh! Yes! Oh! Nou, die bel leeft ook niet heel erg lang. Maar hij was wel losgekomen, dus dat was wel super tof. Dan gaan we nu de kleine bubbeltjes proberen. Ik zet hem aan en... Wow! Oh! I love it! Deze werkt wel heel erg goed, dus dat is super tof. Het wapen is volgeladen en daar gaan we... Ja! Second rap out. An, Ariana, Merel, Luc, Van Dam, Yvette, Tatiana, Jada, Mieke, Waterman, Sumeya, Abu, Cardi, Lara, Sarah, Margarida, Sunny Girl, Elena, Fleur, Bibi, Lola, Bonita, Super Lotte, Klo, Max, Molenaar en Ella, Sylvana, Ilka, Melanie, Salina, Lizzie, Bella, Jessie, Farida, Cool Girl, Day, Polly, Jente, Lars, Van, Merk, Indy, Elvia en Bente. De vraag van vandaag is, heb jij wel eens een miskoop gedaan? En zo ja, wat was het dan? Laat het me zeker eventjes weten in de reacties onder deze video, want ik ben heel erg benieuwd naar je antwoord. En als je deze video helemaal tot aan het einde hebt bekeken, zorg er dan zeker voor dat je het eventjes een dikke vette duim omhoog geeft. En dan zie ik je natuurlijk in de volgende video. Doei!